De miniatuurstad Madurodam heeft op zijn terrein in Den Haag een tijdelijk gebouw gekregen dat geheel gewijd is aan een meesterwerk van Tsjechische houtsnijkunst. Het ontstond in de tweede helft van de vorige eeuw. Uitgangspunt was een kribbe van Bethlehem, zoals die door de gelovigen rond kerstmis in de dorpen van het Bohemerwoud veel werden en nog steeds worden gemaakt. In 40 jaar arbeid ontstond een houtsnijwerk van 7 meter lang en 3,20 meter hoog, dat echter lang niet alleen godsdienstige voorstellingen omvat. De makers, een beeldensnijder en een boer, hebben ook de verschillende ambachten in beeld gebracht die in hun dorp werden uitgeoefend. Van de ongeveer 2000 voorwerpen kunnen 120 figuren bewegen en zijn 180 op beweegbare rails geplaatst. Het geheel wordt bewogen door een vernuftig systeem van assen, tandraderen en hefbomen, zoals onder andere blijkt uit de impressie van een kolenmijn. De twee kunstenaars hebben alles uit hout gesneden, zelfs de kleinste radertjes van het mechanisme. Het decor van het gehele werk, dat bekend staat als de kribbe van Trebechovice, bestaat uit rotsen, bomen, dieren, huizen en stadswallen. Door zijn artistieke waarde en zijn unieke karakter werd de kribbe een van de grote bezienswaardigheden van het Tsjechische paviljoen op de Expo van Montreal. Tot 31 augustus is hij nog te bezichtigen in Madurodam.